met de Israël-Suriname Technology and Investment Conference 2017, die van 8 tot en met 10 november 2017 in ons land is gehouden, is het streven erop gericht om economische samenwerking te bewerkstelligen, waarbij het bedrijfsleven uit Suriname, Israël en andere Caribische staten bij elkaar zijn gekomen om investeringsmogelijkheden te ontdekken. Als districtscommissaris van Brokkerpolder ben ik in mei samen met een team, meneer Kelvin Jongmin en Andrew Basaron, zijn we naar Barbados geweest voor deze conferentie. En we hadden de mogelijkheid om in onze hoedanigheid aan te geven waarom we daar waren. Ik heb mijn district gepresenteerd en mijn land en erover gesproken wat ik graag gedaan wil zien worden. Voortvloeiend daaruit hebben we dan een gesprek aangeboden gehad met alle actoren, hoofdactoren die uit Israël waren gekomen. Samen met Bishop Thomas, André Thomas, die de voorzitter is van CILC, Caribbean Israel Leadership Coalition. En de gesprekken zijn, toen ik terug ben gekomen, zijn de gesprekken gaan rollen. Hij voelde dan op zijn hart van die passie die je hebt, de drive, de motivatie, willen we dat we ook één starten in Suriname. We hebben het idee besproken met minister van Buitenlandse Zaken en directeur van HI. Want het gaat eigenlijk over technologie en innovatie. En dit zijn allemaal dingen die we nodig hebben om de productie te verhogen, de exportmarkt te betreden, natuurlijk met de beste technieken die mogelijk zijn. En natuurlijk dat de centrale overheid ook hierbij verdient, want met kleine ondernemers dan komen belastingen in de staatskas. En het menselijk kapitaal, het stabiliseren van onze mensen om verder te gaan voor de duurzame ontwikkeling. Op de eerste dag hebben 4 bedrijven, namelijk Agrobusiness, Nandanjan Irrigation Limited Company, Panza Group of Companies, Mer Telecom en Dignia System Limited Company en Mer Cyber, presentaties verzorgd. Deze hadden tot doel de aanwezigen kennis te laten maken met de activiteiten van hun bedrijf. Tijdens de business matches gaven de buitenlandse ondernemers als ook de Surinaamse bedrijven een korte introductie van hun bedrijf. Nou, waar ik naar op zoek ben geweest is in de agrarische sector een investor. Maar ik noem het geen investor, het is een partner, want het is meer dan alleen geldinvesting. Het is technische bijstand, het is together samen dat ding neerzetten, want het is een business from scratch. En het is een huge business en het moet een innovatief bedrijf worden. En dat betekent dat je technische kennis en wat ik heb gezien dat die Israëliërs kunnen in de desert. Nou, dat hebben we hier zeker nodig. Vanaf 2004 heb ik een cacao-droom en die droom wil ik verwezenlijken. Verder heb ik voor het district Marowijnen een specifieke droom om daar een handelscentrum op te zetten. Dat moet een public-private partnership worden namens de overheid. Dus ook daar ben ik op zoek gegaan naar business. Maar wat we niet moeten vergeten is dat ik hier heb ontdekt dat Grasalco een interessante partner kan zijn in die agribusiness. Want wat ik niet wist, is dat Grasalco ook in de agrarische sector zit. Ik heb namens het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme gesproken met de mensen van Israël, de agrarische sector. En er is een deskundige, de agrobusiness, meneer Eduardo. En we hebben gesproken over de mogelijkheden hoe we dan ontwikkeling kunnen brengen samen met hun in het gebied, in het bijzonder Atjoni en omgeving, Sipaliwini. District Brokkerpolder en Sipaliwini hebben verschillende mogelijkheden. Maar waarom we gekozen hebben voor de landbouwsector, de agrarische sector, is dat men, de mensen van de omgeving, van Brokkerpolder en Sipaliwini, de mensen zijn al bekend met planten, maar ze doen het niet gestructureerd. Dus wij willen ze nu gaan brengen. Wij willen door middel van trainingen, door middel van workshops en vandaar dat we uitkijken naar samenwerking met grote bedrijven. Om dan die mensen dan te leren om gestructureerd te gaan planten, zodat ze ervan kunnen leven. Business-to-business relaties die zijn gelegd, moeten resulteren in meer zaken doen tussen Surinaamse, Israëlische en Caribische bedrijven. Er werden enkele bedrijfsbezoeken in Brokkerpolder afgelegd die ook tot investeringen moeten leiden.
Gebruikers en producenten van genderstatistieken in Suriname en uit de regio hebben onlangs de stand van zaken op het gebied van gendergelijkheid besproken in een high-level policy dialogue. Het Bureau Genderaangelegenheden, BGA, heeft namens het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2016 een pilotonderzoek naar genderindicatoren ingesteld. Daarvoor is met UN Women een letter of agreement ondertekend. Het dialoog is een belangrijk onderdeel van de vastgestelde afspraken. There is an uneven availability of gender statistics across the country due to a host of factors such as financial, human and institutional capacity challenges. These challenges compromise the capacity of our country in identifying socio-economic gender gaps. Assessing and tracking progress on gender equality and developing evidence-informed gender-responsive policy and programs to address gender-based disparities. De bijeenkomst is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica en is tot stand gekomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met UN Women, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en UN Women CARICOM Multi-Country Office. The CARICOM Gender Equality Indicators enable us to identify, assess, measure, and track the persistent gender equality concerns and disparities across our country, in accordance with the Sustainable Development Goals. Andere sprekers op de High Level Policy Meeting waren de directeur van het ABS, Ivan Snow, vertegenwoordigers van UN Women, Alison McLean, en Isuwa Ijahen en ook de projectleider van Regional Statistics, Philemon Harrison. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, heeft in het kader van de Dag van Mensen met een Beperking gekozen om de Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, te belichten. Voor de convention is gekozen om zodoende de bewustwording onder de Surinaamse samenleving bij te brengen. Ik ben blij met het feit dus dat op een dag als deze wij stil kunnen staan samen met de pupillen. Welke activiteiten er allemaal worden ontplooit. En dat de samenleving ook een idee heeft van wat er allemaal hier gebeurt. En welke efforts, hoeveel moeite er ook al niet wordt gedaan, wordt gemaakt om om deze doelgroep meer aandacht te geven aan deze doelgroep. En dat ze toch wel verder gaan integreren in de samenleving. En, en ze ook gebruik kunnen maken van de rechten die zij ook hebben als mens. Het Centrum voor Jeugdigen met een Beperking vervult een belangrijke rol in de samenleving. Het doel van dit opleidingscentrum is om vaardigheden aan te leren aan kinderen en jeugdigen tussen de 14 en 20 jaar die een leerbeperking hebben. Dit zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. Heel mooie producten vervaardigd hier. Maar
de bedoeling van dit alles is ook geweest, van deze rondleiding is ook geweest naar het ministerie toe om niet alleen te weten wat er hier wordt vervaardigd, maar dat de samenleving ook weet, dus dat binnen dit opleidingscentrum er pupillen zijn die bepaalde skills hebben en ergens toe in staat zijn. En, maar van dit punt af willen we ook verder gaan en kijken van hoe gaan we dit verder eens uitbouwen, zodat dit opleidingscentrum verder kan groeien. Maar behalve de subsidie moeten wij ook als ministerie intensief nagaan hoe we dus de mogelijkheden die we hier hebben ontdekt, die we hier hebben gezien, hoe we die gaan uitbouwen, hoe we ze gaan benutten. Een van die mogelijkheden is dat er bijvoorbeeld een mogelijkheid bestaat om een internaat, er is ruimte voor een internaat. Maar dat moet allemaal uitgewerkt worden, verder besproken worden met de minister ook en de directeur. Want we moeten dan gaan kijken hoe gaan we het uitvoeren. Dus, maar dat is een van de mogelijkheden die we dus hier hebben besproken en hebben ontdekt. We hebben het zeer op prijs gesteld dat de OD is geweest en dat hij ook dan de nodige informatie heeft gehad omtrent alles wat reelt en zelf binnen de stichting. Momenteel hebben we 32 leerlingen binnen de school die diverse vakrichtingen volgen, namelijk metaalbewerking, tuinbouw, bouw en houtbewerking. Het zijn in principe leerlingen die vanuit het regulier onderwijs komen, het basisonderwijs. Wanneer men geconstateerd heeft dat de leerlingen de school nu succesvol kunnen doorlopen, worden ze verwezen naar het bureau speciaal onderwijs en daar ondergaan ze een test. Mocht het blijken dat ze een leerbeperking hebben, dan komen ze binnen THG terecht. Binnen THG hebben we kinderen met een leerbeperking. Zoals ik heb aangegeven, het zijn kinderen die het regulier onderwijs niet kunnen doorlopen. En ze dienen nog een kans te krijgen. De kans krijgen ze wanneer ze zich hebben ingeschreven bij THG en ze vakgericht onderwezen worden. Nadat ze de school 3 jaar succesvol hebben afgerond, mogen ze stage lopen binnen bedrijven. En in de meeste gevallen blijven ze daar zo werken, ze worden aangenomen. Ouders die kinderen thuis hebben met een leerbeperking, in principe zou de basisschool dat moeten aangeven. En dan ze dan adviseren om dan langs te lopen bij het bureau speciaal onderwijs, zodat zij op de juiste VSO-scholen of speciaal onderwijsscholen geplaatst worden. Maar ouders die dat niet weten, ik mag u zeggen, van soms gaat men ervan uit dat hun kinderen niets kunnen. Maar dat klopt niet, want praktisch zijn de leerlingen wel heel goed. Ook al hebben ze een leerbeperking, praktisch zijn ze heel goed. En dan kunnen ze toch tenminste nog wat leren om hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal beleid van de regering is zonder meer gericht op deze speciale doelgroep. In het komend jaar zal er een aanvang gemaakt worden met de voorbereiding van een landelijk onderzoek naar mensen levend met een beperking. Het belang van dit onderzoek is om de doelgroep in kaart te brengen en een digitaal systeembeheer te hebben.